In Achel maakte Tectum zich op voor de komst van Cambuur Gent. Beide teams zijn regelrechte concurrenten en het zijn voor beide teams in deze wedstrijden dat ze het zeker moeten doen. De thuisploeg gaat het beste van start in de gezellige Koekoek Arena en loopt in set 1 meteen uit naar een 15-10. Tot groot geluid van coach Meertens. Dit is een fantastisch gevoel. Ondanks de zeer zware weken die we hebben en de zeer magere bezetting, hebben uitstekend gespeeld. We hebben Gent zwaar onder druk gezet. De jongens hebben hun opdrachten prima uitgevoerd. De angel begint eruit getrokken. Ik ben fier op de ploeg die vandaag zo gespeeld heeft. Voor het eerst sinds lang stond diezelfde coach Meertens er niet meer alleen voor. En was de tandem terug compleet. Ik had vandaag ook voor de eerste keer mijn assistent coach naar een operatie weer terug. Dus ik had ook een hele fijne backup. En we zijn ook een beetje een twee-eenheid en dat werkt uitstekend. Maar ik wil heel graag emotie in mijn ploeg zien. En dat heb ik vandaag heb ik dat gezien en daar kan ik van genieten. En dan laat ik mijn emotie ook zien. De goede lijn, beleving en supporters, coaches wordt doorgetrokken op het veld. Set 1 gaat naar Tectum met 25-17. In wedstrijden met rechtstreekse concurrentie tegenover elkaar is het voor beide teams belangrijk om punten te nemen. Ja, tegen Gent zijn wel de teams waar wij punten moeten tegenpakken. We hebben natuurlijk op dit moment ook iets moeilijker omdat onze twee diagonaals geblesseerd zijn. Dus ja, je bent altijd wel voorbereid dat je zit natuurlijk in een iets andere compositie te spelen. Maar ja, dit zijn wel de teams waar je van moet winnen. Dat het kan spoken in de koekoek daar in Achel weten alle teams ondertussen. Maar verkondigen dat deze zaal het verschil kan of maakt, is dan weer een brug te ver. Het kan aan de arena liggen. Ik zou ook zeggen dat wij gewoon ook een goed team zijn en goed kunnen spelen. Dus, maar het kan ongetwijfeld daar iets mee te maken hebben. Ik bedoel, iedereen die speelt meestal zijn thuiswedstrijd altijd wel iets beter dan uit. Maar nee, ik vond ons vandaag, afgezien van de eerste set, vond ik ons goed spelen. Set 2 is wederom een aangename, sfeervolle set die de thuisploeg weet binnen te halen na een 25-21. Nog één set te gaan en de winst is binnen. Dat Cambuur Gent niet meteen hun beste wedstrijd van het seizoen speelt op Achel, zag ook coach Jan van Uffel, die meteen na afloop zijn analyse klaar had. Ik denk één, dat de kwaliteit van onze passing zou dan een beetje moeten verhogen, zodanig dat wij comfortabeler al onze opties kunnen uitspelen. En af en toe als aanvaller moet je natuurlijk ook wel het initiatief nemen om een keer een tapbal, een blok buitenbal te slaan. Dat was er vandaag veel te weinig bij. En zo zien we de thuisploeg set 3 domineren en konden ze al beginnen denken aan de midweek wedstrijd, nu woensdag in, op en tegen Dekospan Menen. Op naar Menen toe op een woensdagavond. We weten de weg, want we zijn vorige week in Roeselare geweest. Tectum Achel wint zo met 3-0 van Cambuur Gent, dat zich nu mag gaan opmaken voor de komst van Greenyard Mazeik aanstaande zaterdag. Mazeik zal ook niet als een van de makkelijkste teams beschouwd worden. Maar goed, wij gaan toch frank en vrij onze kans gaan. Wij zijn thuis. We hebben thuis al een aantal goede prestaties geleverd. Ook zelfs tegen Roeselare 2 keer. Dus we gaan er wel gaan voor.